Happy Place bij Odonetti. Bestaat ongezonde voeding? En Jeugdjournaal Nicaragua, 1 jaar. Goedenavond. Super dat je er weer bij bent. Door muziek en theater jouw boze of blije gevoelens uiten? Dat kan in Happy Place. In kinderthuis Odonetti zijn de kinderen druk bezig met dit project. Happy Place is een project speciaal voor kinderen tussen 4 en 14 jaar. Door heel creatief bezig te zijn, leren de kinderen hoe zij hun emoties om kunnen zetten tot een mooie tekening, muziek en zelfs een toneelstuk. Nou, wij zijn nu een aantal dagen te gast in Weeshuis Odonetti. En we hebben gisteren al een hele dag met de kinderen mogen werken. En wat we doen is, we beginnen met het maken van een lied. Dus daar zijn we gisteren al mee begonnen. En ik ben met ze gaan werken aan kunstwerken. Dus dan geef ik bepaalde opdrachten. Waar word je heel erg gelukkig van? Waar word je heel erg verdrietig van? En vanuit die kunstwerken, dus zonder dat zij direct daar iets over hoeven te vertellen, van wat er met ze is gebeurd, gaan wij aan de slag. Dus dan maken we een verhaal, het verhaal van het kind. En dat zetten we om naar een theaterstuk. Wat vind je ervan? Wat de kinderen kunnen bereiken door de programma's van Happy Place, is dat zij zelf een plezierige plek in zichzelf vinden. Dat zegt het woord al. Zij ontdekken hun talenten. En wij reiken het eigenlijk aan. Wij zorgen ervoor dat het wordt geprikkeld. En daardoor kunnen ze iets negatiefs positief omzetten. En dat is zo belangrijk voor hun verdere leven. Dus ook al hebben ze verschrikkelijke dingen meegemaakt, dan nog steeds vinden ze de kracht in zichzelf en de talenten en de liefde om het positief om te zetten. Zodat zij voor zichzelf een mooi leven kunnen opbouwen. De kinderen zijn heel enthousiast. Zij hebben op een aparte manier geleerd hoe zij van hun gevoelens iets moois kunnen maken. Ik vind het leuk om zelf liedjes te maken, want soms is het een beetje moeilijk om die woorden bij elkaar te brengen. Dus ik was zo blij toen ik het zo snel in elkaar heb gebracht. Mijn test gaat over Odonetti en dat je later iets moet worden in de maatschappij als je failliet gaat. En dat je een goede baan hebt. Wat ik allemaal heb geleerd is dat je moet verdragen. Dat je liefde moet geven. En bij muziek hebben we geleerd dat je eigen muziek moet hebben. Dat je op eigen instrumenten moet maken. En je dans talent maken. Wat ik heb geleerd uit dit alles, dat je liefde voor je moeder, je vader moet hebben. Als je verdriet bent en als je agressief bent, dat heb ik wel geleerd. Aan het eind mogen de kinderen datgene dat ze hebben gemaakt opvoeren in een theaterstuk. Het theaterstuk bij Odonetti is net achter de rug. De mensen van Happy Place maken zich nu gereed om andere kinderthuizen te gaan bezoeken. Een lekkere hamburger naast een bordje groentesalade. Welke van de twee is gezond? Ja, ik weet bijna zeker dat je zegt dat die groentesalade gezond is. Maar waarom zou die hamburger dan niet gezond zijn? Bestaat er wel zoiets als ongezonde voeding? Nog voor ze naar Zambia ging Sulami langs bij een voedingsdeskundige. En samen bespraken zij dit onderwerp. Ik ben Jennifer. Oké, dan ga ik alvast plaatsnemen. Ja. Oké, en we doen het niet alleen, we doen het samen met Sam en Ivana. Toch? Yes. Als je van sommige dingen die niet zo goed voor je zijn veel eet, dan inderdaad is dat niet goed voor je lichaam. Maar aan de andere kant gaat het niet alleen om wat je eet, maar ook hoe je eet. Als je bijvoorbeeld een keer in het weekend met je ouders of met je vrienden en vriendinnen wat lekkers wilt eten, dan moet dat natuurlijk wel kunnen. Dat is niet ongezond als je iets lekkers neemt. Laten we zeggen, je neemt een hamburger of je gaat met je ouders naar Blauwgroen, je neemt een zoute soep of een nasi of een bami. Dat is niet ongezond. Maar als het dagelijks en 2-3 porties op een dag soms is, dan wordt het wel ongezond. Dus dat is het hem vaak. Hoe vaak eet je de dingen die niet veel voedingsstoffen hebben, om het zo te zeggen, hoe vaak eet je die? En als het een keertje is, is het prima. Maar als dat het enige is waar je dagmenu uit bestaat,
dan ben je niet zo gezond bezig. Maar vaak eten we ook door de week voeding die te vettig is of te veel zout bevat. Vooral op school kunnen kinderen wel een lekkere bami, nasi of bakabana halen. Ik begrijp niet waarom al die kinderen elke pauze iets kopen. Bijna alle kinderen kopen broodjes en soft. Bijna elke dag. Sommigen alleen maar soft, sommigen alleen maar een broodje. Maar meeste allebei. Maar ik heb besloten voor mezelf dat ik maar één keer per kwartaal iets koop. Ja, ik vind het wel heel belangrijk, want zodra je, als je jong bent en heel ongezond eet en vet en zo, ga je vetcellen worden dan, die vetcellen worden dan groter. En die gaan nooit meer weg. Zo worden we misschien wel weer kleiner, maar ze gaan nooit meer weg. Dus liever kinderen moeten liever niet jong dik worden, want dan is het moeilijker van wanneer ze later dik zijn om weer dik te worden. Dus liever niet. Om niet ziek te worden is het belangrijk om een gezond eetpatroon te hebben. Dat houdt in gevarieerd en regelmatig eten. Dit begint al vroegsmorgens met het ontbijt. Wat heel goed is voor je om elke dag te doen, is vroegsmorgens ontbijten. Heel vaak eet men pas op school of pas in de eerste pauze. En dat is eigenlijk geen goede manier om met je eten om te gaan. Vroeg is eigenlijk binnen een uur nadat je bent opgestaan. Dus sta jij om 6 uur op, moet je eigenlijk al voor 7 hebben gegeten. En dat kan betekenen dat je dus misschien 10 minuten eerder op gaat staan. 'S morgens de wekker iets vroeger, zodat je toch tijd hebt om nog wat te eten. En dan is het een broodje of een bordje pap. Sommige mensen houden van een stukje cassavebrood. Ook goed, als je maar wat eet. En drinkt. En drinken mag voor alles, hè? Liefst een drank waar niet te veel suiker in zit. Het mooiste is een glaasje melk. Dat is het allerbest. Zeker voor kinderen die in de groei zijn. En dan kan je een beetje cacao in doen. Sommige mensen lusten ook thee met een beetje melk. Ook goed. En als je suiker zet, zet niet te veel. We staan op, we gaan baren, poetsen. Dan gaan we omkleden en dan gaan we eten. Dus niet iedereen is op dezelfde tijd klaar. Ja. Ik eet altijd, dus gewoon een broodje en water. Eigenlijk soms iets anders. En soms echt toen ik iets van tot 11 jaar of zoiets, dronk ik melk elke dag. En een advies om gezonder te eten? Als je veel eet, ga eraf sporten. Haal al die dingen dat je hebt gegeten helemaal weg. Basketbal, voetbal, gewoon spelletjes spelen zoals buurtvrij. Mijn advies is, jullie moeten niet te veel kopen op school, in de pauzes, niet te veel eten kopen. En ook in de buurt niet naar de winkels gaan en daar liters cola en kalven met chips kopen. Doe het gewoon. Het beste advies dat u ons kunt geven om gezonder te eten. Hou het in balans. Ja, kom. Liefde gezond toe. Complexie. Als je goed eet en regelmatig beweegt, ga je inderdaad flexi blijven. Kijk de volgende week dinsdag naar een ander gezondheidsonderwerp. Dat gaat over Plesiri Fit Camp. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Felicidades de humo, felicidades a ti. Het jeugdjournaal van Nicaragua de humo viert haar eerste verjaardag. Voor hen hebben wij speciale wensen uit Suriname. Gefeliciteerd El Humo met jullie eerste verjaardag. Love! Gefeliciteerd El Humo, ga zo verder en nog goede jaren na deze. Gefeliciteerd El Humo, mijn beste wensen voor jullie. Eens voor El Humo, ik hoop dat jullie een fijne dag hebben. Ciao! Nicaragua, ik wil jullie feliciteren met jullie 1 jaar bestaan van jullie jeugdjournaal. Gefeliciteerd El Humo, jullie zijn echt goed. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday El Humo, happy birthday to you, congratulations! Wij feliciteren De Humo met hun 1-jarig bestaan en wensen hen het allerbeste toe. Keep up the good work. En dat was het voor vandaag. Tot morgen, doei doei!